Weet je, het is zeg maar zo. Als ik je 3 dagen op Snap heb, sta je bij mij op nummer 1. Ook al snap je hem niet veel. Hoe kan lang zijn knap zijn? Ligt toch aan je gezicht? Nee, het is gewoon zo'n puntje van je bent een 4, maar lang. Dan ben je gewoon een 8. Doe je niet de persoonlijkheid. Alleen maar lang zijn is pluspunt. Ja, en dan plus persoonlijkheid erbij. Dan ben je gewoon een totaalplaatje. Van mam, mocht ik samen met jou boterhammen eten? Ik vraag het ook even aan mijn mama. Daten met rapper Shosh of daten met een 88-jarige? Oh, dan ga ik nog liever dood. Hey Fenna, wie zegt dit? Hey, oh Cengiz. Wow, ik heb jou lang niet meer gesproken. Nu voel ik me een 4. Nee, Timo, je bent een 8. Als ik niet lang was. Nee, want je hebt ook gewoon een mooie koppie. Wat is je afkomst? Half Surinaams. Ja, veel te lang. Ja, spreek jij nog steeds veel met... Was jij niet naar Barça? Maar wat nou als ik 88 jaar was? Dan had ik je geblokkeerd. Wat ben ik dan? Mr. Steel Girl, serieus. Jongen, je ziet er goed uit. Dankjewel. Ben je 180 of zo? Dat mensen je lang noemen. 180, oh. Nee, ik ben 1,75. Maar dat vinden ze ook lang. Fitcheck. Nou, ik heb gewoon deze trui met een hockeyrokje aan. Maar ja, weet je, ze ik ga geen hockeyrokje laten zien. Fitcheck. Nee. Dit is het enige wat je gaat zien. I'm from Philippines. We moeten echt een keer wat gaan doen met groepje. Ja, ik heb niet zoveel met groepje meer hoor. Dus eigenlijk hoeft dat van mij niet. Ja, sorry. Hij is het team, maar midden in een relatie besluit hij van geslacht te veranderen. Nou, daar heb ik alleen maar respect voor. Ik zou wel stoppen met de relatie, maar ik heb wel respect voor. Rip het groepje. Doe je aan date. Ja, dan doen we wat met z'n tweeën. Ja, we kunnen wel Seffie en nog iemand. Jij had toch een meisje? Trouwens, of is dat echt al klaar? Hoe oud ben je? Bijna 18. Wanneer ga je weer met die boys fus? Dan kom ik even langs. Nou, ik ga niet meer met die boys naar fus. Ja, dat is lachen. Hoeveel snapscore? Ik heb echt geen idee. Maar ik denk echt heel hoog, want ik maak tering veel filmpjes. Ja, uit een paar maandjes terug. Oh, sorry. Dat is kut. Wil je op date? Hij is het 10. Oh, Timo is er ook weer. Hij is het 10, maar eet de tandpasta. Hm? Nog steeds live. Ja, ik verveel me. Ik ga 2-3 uur live nu, hoor. Ik was Limburger, maar vroeg me af wat van Limburg vindt. Echt heel veel mensen die kennen komen uit Limboland. Geef niet. Cengiz is terug op de markt. Lekker Cengiz. Jij moet wel even leren trouwens hoe je zo tering hard slaat. Want jij hebt zo'n... Nou, dat lukt mij niet. Je moet even een keer een filmpje maken hoe je dat doet. Want ik wil het weten. Mag ik... Je kom... Je bent van 60 kijkers naar 90 gegaan. Ja. Klopt. Ik ben ook een keer van 1,1k naar 200 gegaan. Dat boeit echt niet. Maar ja, zodra mensen maar gewoon praten, maakt niet uit of ik er 6 of 10 heb. 100. Waar are you from, Rotterdam? Ja, komt goed. Topper. Wow. Ik hoef hem vaak op mijn zus. Daarom sla ik zo hard. Maak het wel een keer. Oh. Ah, mag ik je... Ja. What the fuck. Ik krijg soms zulke rare comments. Echt, in mijn comments hebben zoveel mensen een voetenfetish, orenfetish. Tongfetish hebben ook sommige. Fenne. Kijk je gezicht. Wat is er met mijn gezicht? Waar kom je vandaan? Rotterdam. Oh, ik ben moe. Please, where are you from? Ja, zeg toch Rotterdam. Heb je mensen die je 5k geven voor voetfoto's? Ja, ik kreeg net ook weer een... Of ik mijn sokken voor 5k wil verkopen. Nou, sure. Waarom Limboland? Klinkt leuk. Je lijkt op... Hey, ben ik weer. Hi. Mag ik je ringvinger zien? Nee. Easy 5k toch? Ja, weet je, prima hoor. Hi Daniel. Have you been to Korea? Nee, ga ik ook echt nooit van mijn leven heen. Wacht, is Kim Jong-un nou Noord- of Zuid-Korea?
Ik weet het dus nooit. Ik zou het wel verkopen. Ja, ik zou het ook doen hoor. Welk team zit je nu? Ja, ik ben dus geneid door mijn club. Noord-Korea. Oh. Ik ben er geneid door mijn club. Ik zou A1 gaan. Toen heb ik gezegd, doe maar A2. En toen ben ik in de A3 gezet, omdat de A2 vol zat. Maar toen waren ze al te laat om in de A1 te zetten. Maar dat was vorig jaar en nu A3. I'm happy to see you. Wil je voordeur verkopen voor 17k? Kom maar op. Oh, wauw, echt lullig. Ja, ik ga volgend jaar ook een andere club. Of heb ik het al gezegd? Alle jongens die hier iets proberen, doet gewoon niet eens boven ons niveau, boys. Nou, ik ben echt niet boven mensen niveau. Je ziet er moe uit. Dat hoor ik heel vaak. Ik ben ook zo moe. Je moet nog even fit blijven voor de hockey dadelijk. Welke club ga je? HCR. Denk ik. Of Leonidas. Maar dat is weer heel ver. Ik denk gewoon HCR. Kilian, spreek voor je. Nou, ik ga weer. Moet straks trainen. Doei. Succes met je live training vandaag. Ja, jij ook. Laat me hoop houden. Mensen, als je gewoon een mooi indruk hebt, dan... Het is niet dat ik een 10 out of 10 of 10 ben. Ik heb Fenna in mijn broekzak. Je komt me zo bekend voor. Nou ben ik benieuwd. Ik vind het altijd leuk als ik bekend voorkom bij mensen. Ik krijg een check trouwens. Oh, ik krijg een... Nee, niet gaan giften mensen. Lief, maar ik hoef dat niet. Hi. Succes, hoop dat je lukt. You are married. Ja, ik ben getrouwd. Ik heb al 2 kinderen. Jij komt me zo bekend voor. Misschien ben ik gewoon een basic bitch die gewoon op iedereen lijkt. Mijn innerlijk is mijn nieuwe kitten. Wat? Doe je like pizza? Ja. Fan, heb je een vriend nu? Nee. Tuurlijk niet. Oh, wat verwacht jij van mij? Oh, toen ik met jou zat, zat ik wel met iemand. Dat weet ik nog. Met die... Die was natuurlijk in mijn lijf. Van waar ben je? Rotterdam. Tuurlijk niet, ja. Ik doe niet aan vriendjes. Oh, dat was echt humor. Sixpack boy was dat. She only likes. Like, I like your smell. Gelul. Oh, dat is echt heftig. Iedereen die vond hem ook helemaal leuk, puur door zijn sixpack. Maar die had mij ook geghost daarna, dus toen was ik er helemaal klaar mee. Will you marry me? Nee. Hoe oud ben je? Bijna 18.